In Gent, op de brug achter ons, de contributiebrug, zijn er wegenwerken gepland. En de stad wou zeker zijn dat de impact van die wegenwerken zo klein mogelijk is op de buurt hier. Ik werk in een duetproject dat bouwt Digital Twins. Digital Twins zijn belangrijk voor de toekomst van onze steden omdat ze ons toelaten om sneller en juist wijzigingen aan te brengen in de stad. We kunnen kijken, als we deze brug afsluiten, wat zal de impact zijn op de rest van het verkeer. In Duet hebben we verschillende soorten partners. Aan de ene kant steden, zoals Pilsen en Athene, ofwel een regio zoals Vlaanderen. En aan de andere kant hebben we softwarebouwers en die bouwen visualisatietools, connectietools om alles aan elkaar te plakken. En dan hebben we ook nog modelbouwers. En de modelbouwers die bouwen een luchtverontreinigingsmodel, een geluidsmodel en een verkeersmodel. Zodanig dat we kunnen een weg afsluiten in een verkeersmodel, checken wat de impact is op luchtverontreiniging en ook wat de impact is op geluidsverontreiniging. Instituten zoals de Europese Unie kunnen helpen om projecten te subsidiëren, om die dingen te gaan uitzoeken, zodanig dat er proof of concepts kunnen gebouwd worden. En dan kan nadien kunnen dan de steden en de gemeenten en de verschillende bedrijven dat soort oplossingen meer in detail gaan bouwen.